Yo gasten, welkom bij deze nieuwe aflevering van Road to PSG, aflevering 3 alweer. En deze aflevering begint gelijk al met iets best wel doms. En dat is dat ik gewoon, ik heb nog 1000 coins liggen en in mijn enthousiasme of zo koop ik een Lucas die ik echt totaal niet nodig heb. Want mijn bedoeling was met Lucas om hem op CF te zetten in een 4-1-2-1-2, waardoor hij in de spits 9 cammers die zou halen. Maar ja, ik dacht ik zet hem nu even voor de tijdelijk op CA1. Maar ik was vergeten dat ik Pastoor natuurlijk ook al heb, dus eigenlijk best wel dom. Maar ja, altijd beter dan Gornel, want die spits is natuurlijk best wel slecht. En hij had nog wel 7 cammers die maar echt dramatische speler was het. In de eerste, of in ieder geval de eerste minuten van de wedstrijd, kom ik gelijk op 1-0 de Gamero. En natuurlijk, Gamero maakt gewoon alles af in de 16, zoals ik al eerder heb gezegd. Een of andere hidden gem heeft hij, zo, hij is een hidden gem, hij maakt gewoon alles af wat hij ziet in de 16. Maar vervolgens doet mijn tegenstander zijn eerste de beste kans er ook in. Met een heel raar lopje of zo, ik weet niet wat hij gebeurt of zo. Het is gewoon, als je denkt dat de aids van deze wedstrijd was, nou kijk, hier komt nog iets. Dat is, slaat ook weer helemaal nergens op. Ik ga stoppen met zeiken. Ik zeik soms heel vaak over FIFA, maar het is moeilijk om zo positief over FIFA te blijven. Want uiteindelijk ga ik toch op 2-2 weer komen. Wie anders dan Gamero zou je kunnen zeggen, gaat er gewoon weer langs met zijn redelijke pace en schieten dan in de korte hoek. Maar dan gaat het pas echt beginnen. De wedstrijd gaat dus uiteindelijk beslist worden op zo'n rommelbal. En het is niet de eerste de beste deze af. Of deze wedstrijd in ieder geval. Ik krijg hier ook weer zo'n raar doelpunt tegen. Het lijkt alsof EA niet wil dat ik mijn winloss omhoog ga halen. Want voor de mensen die het nog ook misschien kunnen herinneren, had ik vorige aflevering 3 keer verloren. Dat is natuurlijk echt om te janken. Maar dat gaat nu niet gebeuren zoals je misschien wel kunt raden. Want ik speel tegen een starterspakketje. En dan ga je gewoon winnen. Ook al heb je maar 5 goudens. En niet de bijzondere gamers die tegen dat team wat je net zag. Met Carol en een fotoloze speler. Dan mag je gewoon niet verliezen. Ook al krijg ik nog wel even de bullshit penalty tegen. Want die hadden we nog niet gehad deze aflevering natuurlijk. Die jij gewoon feilloos gaat binnenschieten hoor. Daar niet van met een rijst of zo. Ja, ik weet niet waarom die rijst in één keer zo goed kan schieten. Maar goed, ik ga daarna wel weer gewoon op gelijke hoogte komen. Met wie anders dan zou je natuurlijk weer kunnen zeggen Kevin Gamero. En in elke Road to Glory heb je eigenlijk wel een speler die zich echt ontpopt tot de ster van de Road to Glory. Eigenlijk, ik heb dat op Road to Bayern, heb ik nu Mandzukic die dat doet. Die gozer is zo goed. Ik weet niet wat er met het is. Die heeft echt gewoon ook zoiets dat gewoon alles erin gaat. Kort hoe lang hoe het maakt niet uit. Die schiet alles erin. De ogen afmaken in combinatie met schotkracht en toch al redelijk wat pace. Dat is gewoon echt zo dodelijk. Je ziet me hier toch een redelijk doelpuntje maken met Gamero natuurlijk weer. En gewoon een goede rainbow flick van Pastoor is geloof ik die vieste skill, die kan dat. En Pastoor gaat daarna nog een doelpuntje laten zien. En die laat gewoon zien dat het een best goede speler is, ondanks zijn pace. En ik weet niet, met Road to Bayern heb ik dat ook voor de mensen die dat kijken op mijn kanaal. Ik ga niet te veel zeiken over mijn kanaal, of niet te veel praten over mijn eigen kanaal. Alleen heb ik gewoon dat zonder pace gaat het toch aardig. Als jij groene linkjes tussen spelers zet, die voelen elkaar zo aan. Die hebben niet eens pace nodig. Die passing en zo is zo goed tussen die spelers. Dat voel je hier ook al een beetje tussen Gamero en Pastoor. Maar verder is het natuurlijk nog helemaal niks. Zoals mijn linkerkant van het veld, dat is echt nog dramatisch slecht. Met bronzen spelers en zo. Hier zie je ook nog wel weer een lekker doelpuntje van Pastoor. Recht onderkant van de lat. En die bal raakt gewoon de achterkant van het net niet. Die blijft gewoon stil liggen in het midden van het doel. Omdat die vierde lat uiteindelijk stil komt gewoon op de grond. Dat is echt heerlijk om te zien. En uiteindelijk ook gewoon een goede 6-2 overwinning in deze wedstrijd. Wat ons eindelijk promotie op gaat leveren. En dat heeft veel te lang geduurd. En wat mijn Willos nu op 3 wins, 4 verlies hebt. Maar dat gaat in de laatste wedstrijd van deze aflevering hopelijk goed gezet worden. Tegen een gewoon goed Bundesliga team. Altijd weer een heel goede chemistry zoals altijd en goede spelers. En ik ben uiteindelijk toch wel degene die op 1-0 voorsprong gaat komen. Een beetje geluksdoelpunt uit stand door Gamero in het doel. Maar het is een 1-0 en gewoon een goed schot weer. Ik weet niet hoeveel goals je al deze aflevering hebt. Maar het is echt, het gaat lekker met die gozer. Dan heb ik hier een omhaal in één keer door Sakho die op de lat gaat. Jammer dat hij niet zo in het doel vloog als die dat doelpunt van de Pastoor eerder een paar minuutjes geleden. Of in ieder geval een wedstrijd geleden. Maar het mocht helaas niet zo zijn. En de wedstrijd loopt die stil. Dan weet je wat er gaat gebeuren. Mijn tegenstander is Matt. Die houdt het voor gezien en die stopt ermee. En daarom stopt deze aflevering ook al 3 wedstrijden. Misschien niet de langste aflevering. Maar ik heb nu natuurlijk nog steeds examens. Ik heb alleen nog scheikunde morgen. En dan na het weekend bio. Maar scheikunde, dat ben ik best wel redelijk in. Dus daar hoef ik niet heel veel voor te leren. Maar ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Laat een like achter als je het leuk vond. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van Road to PSG. En ik heb de titel gewonnen, wat natuurlijk super cool is. Tot later, gasten. Yo.